achter. Zo nu zit ik precies in het midden. Als je gewoon je neus helemaal op dat ding hebt. En als je schuin hadden, weet je dat gewoon neus. Niet je ogen, maar als je ogen doet, dan zit je er zo. Dan zit je er gewoon je neus. Wat zit erin? Ja, vies, we hebben intro gedaan, toch? Yes, yes, yes. Hier is Fishy Weather. Ja, ik zit nu in de auto trouwens. Ik ben onderweg naar Paul. En vandaag is het Fiet Festival in Amsterdam. Voor het eerst natuurlijk. En volgende maand natuurlijk de Judge Gathering. Ook super leuk natuurlijk. Ik ben in ieder geval lekker onderweg naar Paul. En ik ben moe. Oh my fucking god. Ik doe er uiteindelijk aan. Het zal zijn op een uurtje of drie slapen. En word je wakker en dan denk je bij mezelf, Chris, je bent dat vergeten. En wat ben ik vergeten? Ja, natuurlijk ben ik dat vergeten. Ik zou een spulletje meenemen voor Mo. Mo heeft wat onderdeeltjes nodig voor zijn PC. Misschien ken je Mo wel, mijn manier en al. Die ook bij Paul op school zit trouwens. Zijn PC zou even upgraden, zou zo'n harde schijf meenemen. Windows meenemen. Meer videokaart meenemen, misschien geheugen meenemen. En dat ben ik allemaal vergeten. Dus ik denk van, wat de fuck is het zonlicht? Er zitten al die bomen hier op rij. Ja, kijk maar. En het zonlicht gaat precies. Het lijkt net godverdomme of ik in een fucking disco zit. Het is morgens vroeg, maar ja. Dus Mo, als je het ziet. Sorry Pik, ik ga het voor je regelen hoor. Dat komt helemaal goed. En maak iets moois voor je. Maar in ieder geval fiet vandaag dus. Dus ja, het zal wel wat worden, hè. De mensen die trouwens niet fiet weten wat het is. Het is een soort YouTube gathering eigenlijk. En ik heb er gewoon hartstikke veel zin om naartoe te gaan natuurlijk. Ik heb weer met fans. Of weet ik veel mensen die je kijken, zou ik het zo zeggen. Fans vind ik altijd zo'n groot woord. Maar mensen die je kijken, heel lekker op de foto gaan, handtekening zetten en zo. Gezellig gewoon lekker met andere YouTubers zijn. En ik heb er echt fucking veel zin in. En deze twee maanden wordt gewoon leuk. Ook omdat ik even kijken, wat is het? In mei natuurlijk ook de YouTube gathering hebben. Ook weer een heel dagje weg. Dit zal ook wel een heel latertje worden, want het is nu, even kijken, het is nu 8 uur. En officieel gaat Fiet open om 9 uur. Maar ik ben om 9:30 of zo ben ik er. Dus. Nou, ik ga hier wel lekker onderweg naar Paul, zo denk ik. Ja, deze is bezig op de weg. Ik, zoals jullie zien, het is allemaal hartstikke lekker weer. Yep. Ja, ik moet rijden. Ja, en ze rijden al bijna op de A10. A10? Ja. In Amsterdam. En we zijn dus op weg naar Vietvoeten, maar dan met de V. En en we gaan handtekeningen uit. Eigenlijk wat je gaat doen hier is gewoon een harde lul halen. Dat is ook een fan, toch? Zo dan. Hij wil gewoon kijken of je nog fans hebt. Kijk, als je al geen likes hebt en geen views en je komt daar en iedereen zegt van twee komen alsjeblieft, dan denk ik dat je daar naar over bent of zo. Dan denk je, ja, het gaat echt niet lekker meer. Ik moet ermee stoppen gewoon. Het is gewoon klaar. Ja, dat zou het zijn. Eigenlijk. Maar als ik van zo'n event kom, denk ik, nou, als ik nou het upload, heb ik 10.000 likes. Want ik denk, nou, dat is niet normaal. Maar ik lijk fucking Justin motherfucking Bieber wel. En dan ga je uploaden en dan staat er na een uur dat hij nog op 98 views en 14 likes. Dan denk ik, ja. Ja. Wat er tegen soms is het wel. Dat komt, dat is zo'n vis, dat komt dus. Omdat, weet je hoe het werkt? Nou, kijk, als jij naar een voetbal-event gaat, dan vraagt een jochie ook aan alle spelers een handtekening. Omdat je kent. Ja, en het jochie hoeft helemaal niet die spelen echt goed te vinden, maar je bent gewoon een bekende voetballer. Wel lekker positief nou. Nee, niet over jou, of ons. Gewoon. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou? Oh. Bijna live ongelukkie. Maar, kijk. Wat is dit nou? Je hebt dus gewoon, dat is het verschil. Kijk, je weet niet meteen, die fans die ons ook op het foto willen, dat is denk ik 10% daarvan is maar echt fan die ook echt ons kijkt en misschien ook wel gedeeltelijk voor ons komt. Die andere 90% die zijn er gewoon voor YouTubers en die kennen alle YouTubers. Dat zijn echt fans, die komen ook naar zo'n event, echt de YouTube-kijkers. Maar die kijken misschien alleen maar bijvoorbeeld naar Kelvin en dus naar Cinemates en naar Mert bijvoorbeeld, of Stuk TV. Ja. Maar die kennen ons ook. En daar wil ze gewoon met je het foto. Zo. Dat betekent, je moet een handtekening, een shirtje op je, doe maar op een voorhoofd, zeggen ze bij spreken. Dan denk je, oh, dat is echt heel erg fan, maar dat hoeft niet. Het is gewoon, het zijn YouTube-fans en die kennen alle YouTube, bijna alle YouTubers, ook ons. En daarom kijk je erop naast bij zo'n event dat je denkt, wauw, ik ben echt heel waar groot. Waar zijn die hier? Maar ja, als je die video nog mee gooit,
Of dan upload ik een keertje geen kot. Denk, nou, en dan krijg ik best wel goede views op. En dan doe ik volgende dag een vlog. En dan krijg je meteen al, je hebt dan helemaal geen kot meer. Voor twee keer niet achter elkaar. Heb je twee, ja, twee keer. Ja. En dan reageer je terug, ja, maar als ik het upload, dan wordt het slechts bekeken en slechts geliked. Ja. Maar aan wie ligt dat dan? Niet aan mij. Als ik op een gegeven moment zie dat andere dingen beter bekeken worden en die je ook heel leuk vindt, nou, dan ga je het toch ook gewoon uploaden. En nog steeds doe ik wel, als je games kijkt en mensen kot. Ja, helemaal. Maar ik doe ook gewoon, als je mijn gamefish kijkt van de afgelopen tijd, is het, het enige wat niet kot was, was één keer Ekkeneter in de afgelopen maand en twee keer Trivia. Trivia. Nou, zit in de auto. Ik hoop, tenminste, we zitten in de garage, Paul. Ik hoop dat het goed opgeslagen is, want hij moest switchen van telefoongeheugen naar simkaartgeheugen. Weet ik wel, SD-geheugen. Ja. Foutje. Dat foutje, bedankt. Ik denk niet dat je een mobiel hebt, maar we hebben er zin in, toch? Ja, nou, ik ben nog niet meer wakker na 3 uur slaap, maar... Kijk, Paul gaat zich eigen... optitten. Nee, kijk Paul knap, kijk dan. Kleine ogen, hè? Kleine ogen, ja, dat wel. Dat heb je ervan, hè? Skype, ik kan beter gaan stappen in plaats van Skype over 3 uur met nobody's. Ja, we zeggen ook nobody's, met niemand, hè? Gewoon, oh, het gaat ook nergens over. Ja. Maar ja. We gaan wel het terrein toe, want we waren net daar, maar het mochten we daar niet rijden. Dat hebben we ook weer natuurlijk. We ook, intussen zijn we, als we christelijk zijn of katholiek, zijn we nu uit de kerk ontzegging. Want ja, we reden gewoon over een begraafplaats heen van een christelijke kerk. Nee, bijna. 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 Het is in ieder geval niet. Dus, ik weet zeker dat het niet de bedoeling is. Nou, we gaan even kijken binnen. Ja. Weer gelukkig, dat scheelt weer, maar ik loop hiernaast. Hallo, yo. Yo. Vijf vrienden, what's up? Hey, en yes. Wat is er gebeurd? Wat is, ik moet... Ja. Ja, nou. Ja, ik heb Chris gevraagd, echt super tof dat hij het wil doen. Raaf, onze presentator van Vijf Vrienden, die, ja, die heeft een ongelukje gehad volgens mij. Ja. Dus die is nu in de gevangenis op dit moment. Of nou ja, in de gevangenis, in het politiestation. Ik zie hem wel, nee, ik zie hem niet. Jezus, mensen, ik kan hem helemaal niet zien. Slecht, hè? Ja, ik zie hem wel. Ja, hé, ja. Ja, ik zie hem. Maar ook. Mensen horen me wel. Ja. Maar dus, toen heb ik Chris gevraagd, goede vriend, die is natuurlijk een fijne vriend, of jij ons even daarheen kan brengen om te kijken wat we kunnen doen voor onze andere fijne vriend. Ja. Dus ja, maar thanks Chris, dikke shout-out naar jou. Ja, mooie shout-out op mijn eigen kanaal. We gaan er kijken wat er aan de hand is, ja. Nee, dat is goed, joh. Komt helemaal goed, joh. Ja. En gelukkig hebben we de auto van papa. Dank je, pa. Hoi. Staan we weer. Dat is wat er nu... Nou ja, we weten nog steeds niks, nee. Hij moet nog even... Ja, wat moet hij even? Ja, ja. Even nog, zijn nog bezig met onderzoek, dus... Dus onderzoek en... Ja, we zijn eigenlijk voor niks erin gereden, maar ja. Nee. Chris, toch bedankt, jongen. Ja, dat is geen probleem, weet je. Maar het is alleen kloten als je weet, ja, onzekerheid. Hè. Ik heb best wel ervaring met sommige dingen, natuurlijk. Ja. En ik weet gewoon dat het gewoon, weet je, er zijn allerlei regels verbonden. Hè. En je kan niet even, gewoon even. Nee, maar ja. Ja, toch, nou ja, we gaan een uurtje horen, wachten daarop, een uurtje wachten daarop. Zo gaan die uurtjes heel erg snel. Ja. Dus we moeten even het onderzoek afwachten en dan horen we het wel weer. Van, dus wij gaan weer met z'n allen op de foto, van meteen. Ja. En... Enzo, ik ben geen Enzo. Nee, ik zie het. We hebben echt, ik moet alle fans weghouden hier bij ons. We staan hier echt. We hebben ook beveiliging aangevraagd. Ja. Persoonlijke beveiliging, want het is echt. Hoorders. Nee, er komen wel random fans, die ook gaming kijken. Dan. En dan handtekeningen, ook mensen erin voor selfies. Mag ik een selfie? We staan weer eigenlijk rustig gewoon. Oh nee, het is geen Belgisch, hè. Mag ik een selfie? Ja, was in de... Heb je kwak al? Nee, kwak al. Kwak. We staan hier gewoon, maar we hebben gewoon wel de rij. Er komen fans af en toe, maar we lopen een beetje rond. Ja. Er komen random af en toe een stuk of 5 kinderen tegelijk. Nou, daar staat er alleen.
altijd wel leuk. Ja, toch? Ik heb een fan, ik heb een fan. Zo, ja. Van Nederland. Yep. Fabio is dit. Gabriel. Moet je wel gaan. Nou. Kien pas. Je bent een jaar ouder dan mijn zoon. Ken je Kenny? Ja. Rio, hè? Vind je die goed? Rio is goed. Hij is gek, hè? Hij is gek, hè? Joep! Voor de kop. Joep. Zijn hier nog? Laatste doen eigenlijk? Maar voor drie, hè? Maar het is echt super druk eigenlijk, hè jongens? Maar kijk, Soes heb je een Mieke. Soes, hè? Mieke, dat is daar. Daar achter. Daar achter. En kun je dat eens doen? Paul moet op de foto, jongens. Paul heeft een fan. Nee hoor. Oké. Zo, wat voor kop is dat dan weer, Olaf? Mocht wil ik zo lekker was. Vlog. En we hebben nieuwe Skylanders. Ja, laat eens zien, nieuwe Skylanders. Zo. Ja, en hoe heet ze allemaal? Zeg eens. Deze heet Fire Leo en. Fire Leo? Het lijkt me Fire Leo. Nederlandse Engels. Vuurleeuw of Fireline? Fire. Oh, ja, dat kan wel. Deze heet, Je moet een goed filmen. Dinosauruskopter. Dinosauruskopter of iets. Vertel aan jou, wat is dat allemaal? Skullendes en vallen en helpende dingen. Wat kan je ermee? Spaarvakje komt geld uit. Maar vertel eens, wie is de beter in Skylanders? Ik. Nee. Schild ze mij. Wat is die dan? Dat is een filmen, hè? Het beste. Die kan vuur uit zijn hand en een schild en die kan vuur uit zijn mond. Ja, ik zie het. En jouw naar deze, die kan alleen maar zwart slaan en die kan alleen maar slaan met zijn vleugels. Nee, kijk, deze kan andere dingen. Kijk, dat is. Maar hoe komen we in de Skylanders dan? Kan die andere dingen? Ja, hè? Ja. En kijk, weet je wat grappig is? Deze. En allemaal, dat valt wel op. Ik zit op de trein, nee, maar deze allemaal niet hier staan. En deze is de grootste. Maar die boven, deze is een hond met. Weet die? Een helikopter. Stront aap, hè? Nee, pop. Poep. En deze heet. En dit is een skeletontje. Ja. Ik vind deze wel een beetje op Jamie lijken, maar goed. Ja. Echt wel. Toch als je had huilen altijd, hè? Ja. Kijk maar. Echt niet. En dit is als ik lacht. Nee, je viel dan gewoon zo maar. Dit is de Lion King. We zijn een fietsvrij, dat is een voeten. Laat jouw voeten zien, dan jouw kaas. Wat hebben we gegeven net? Wat heb je net gegeven? Lumpia. En kippies. Laat die beker maar zien. Die dag gewoon hier, ook die hebben we gezien. Echt niet, ik was eerst Nio als vierde. Nio was vierde geworden. Ik had eentje gelijk gespeeld en ik had eentje nog, ik had drie gewonnen en eentje gelijk gespeeld. En ik ben kampioen, kampioen. Ik ben kampioen, 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 kampioen. Ja, filmen. Film ons, kijk. Goed zo. Wat gaan we zeggen? Wat gaan we zeggen, Pikkie? Pikkie, je weet. Wat gaan we zeggen? Hallo poepluiers! Hallo poepluiers, oké. En tot de volgende keer. Alle poepluiers! Bye bye! Boe boe!